Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil stoptreinen met toiletten. Dit valt op te maken uit een brief die zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook in de treinen van Arriva zouden wc's moeten komen. Mansveld doelt met haar plan op lijnen voor reizigers die langer dan een half uur onderweg zijn. Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer per trein in Gelderland koos de provincie er eerder voor juist geen toiletten in de treinen te eisen, maar uit kostenoogpunt de wc's op de stations te realiseren. Provinciale staten hebben woensdag besloten 6,1 miljoen euro uit te geven in de derde verdeelronde van het impulsplan Wonen. Twaalf gemeenten, waaronder Zutphen, Doetinchem en Bronkorst, krijgen voor 14 projecten een bijdrage van maximaal 500.000 euro. Daarmee kunnen ze panden een nieuwe bestemming geven, worden er woningen gebouwd of kan er een dorps- of stadskern worden gerevitaliseerd. Voorbeelden van projecten die worden aangepakt zijn het Vlamco-terrein en de Noorderhaven in Zutphen, maar ook het centrumplan Voorde... En de mini Manna Markt in Doetinchem. De politieke partijen van Bronkhorst voegen sociale media toe aan hun communicatie om met inwoners te discussiëren over standpunten en ideeën voor Bronkhorst. Volgende week gaan de huidige raads- en commissieleden op cursus om tips en trucs van sociale media onder de knie te krijgen. Een aantal is actief Twitteraar, sommige raadsleden starten nu ook een persoonlijke of partijaccount. De partijen gebruiken hashtag GR2014 Bronkhorst in hun berichten, zodat berichten over de verkiezingen in Bronkhorst makkelijk te vinden zijn.